Nou. Spiegeltje. Poeh. Ik heb vroeger gezegd, mijn mijn pa zei altijd hier op zo'n moment... Ik is gewoon beter weer hebben. Of ik is beter gewoon weer hebben. Zeg je. Precies, precies, ja, zo. Dus ik word met dat betrokken, maar... nou, we gaan weer apart. En kijk eens even. Mooi. 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 Carla, hè? Ja, ja, klopt. Daar is de lijvert van. Dat is mijn lijvert, ja. Ja, ja, ja. En mijn chauffeuse vandoor. Ja, maar doe ik eens niks. Ik ken niks. Ja, nee, dat is algemeen bekend. Ja. De bus is stuk. Ja. En ja, dan moeten toch beeldjes verzonden worden. Ja, 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 ja. Ja, dus ik ga mee. Ja, mooi, man. Mooi is mijn beste, Carla. En we willen het ook even over Carla hebben. Het is nog zo via expeditie. Het is op een gegeven moment net zo'n ontdek, hè? Echt hoor? Ja, echt hoor. Carla, hoe zat dat ook alweer? Nou, ik heb dat gezien, dat is 2 jaar geleden bij de nieuwjaarsduik. En toen dacht ik, nou, wat is dit een hottie. Ik zie hem, ja, ja, ja. Matthijs, hoe koud is het? Nee, we gaan wel naar de bus. En dat was toen op een gegeven moment zo'n sleuteltje weg, als daar helemaal zo bibberend weer terugkwam. Ja, 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 wat Die bus is dicht. Oh, schatje toch. Oh, sorry, lieverd. Kom, ja. Ga met je mee. Kom maar mee, joh. Ga met je mee. Sorry, hoor. Arme Matthijs. Had ik de sleutels. En nou is het hem vonden, en toen? Nou, dat was nog hetzelfde jaar, hè. Dat was 2018. 19. 20. Te veel romantiek. Je gewoon het zwaar. Zullen we gewoon het zwaar? Zullen we maar gaan? Ja. Mooi. Nou, we gaan maar dan. Goed verhaal, maar we moeten toch even ingrijpen. Ja, toch? Dat snap ik. Ja. Ah, mooi, joh. Ja, kijk, goedemorgen. 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 Ah, mooi, joh. Mooi. Even onder het hoofddakje. Ja, ja. Ja, hè? En nog beste wensen toppen. Ja, veel zin, joh. Ja, de beste ja, wensen allemaal. Ja, zullen we weer, ja, ja. Ja, iedereen ook op de tv, beste wensen. En dankjewel. Dus, en vooral gezondheid, hè? Ja, en keep safe. Valt mij binnen, hè? Nee, 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 dat niet. Maar oké, ja, we moeten ermee door, hè? Hoe is dat nou, joh, zo'n dag als vandoor? Wie zet vanmorgen boek te kijken? Wie man ook een zwaak, jullie ook. En dan denk je, oh, pakken we dit aan. Hoe wordt dit vandoor? Nou ja, ik heb me eerst vanmorgen verslapen. Echt hoor. En toen kwam ik vanmorgen buiten en dacht, we beginnen, ja. Ja, ja. Maar ja, nou zijn we er weer, we hebben de koffie klaar, dus de dag gaat gewoon weer beginnen. Ja, doe ze het in de lekkere stoetjes en zo, hè? Dat klopt. Hoe bereid je dat voor in zo'n dag? Wat was dan voorbereiding dan? Deze dag gewoon, ja, we gaan nou gewoon opstarten. Alles afbakken en dan zien we het wel. Maar doe moest toch een inschatting maken, zo van halve stoetjes mag ik afbakken, maar met dit weer. Ja, maar dat heb je door de jaren heen heb je dat wel door. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Verwacht er wat van de oog? Komt een beetje voor omhoog? Beetje, als het maar droog wordt. Kijk, hè? Ja, 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 ja. En doe dit, wat dus doe dit voor de kostkerel? Ik sta achter u, ik ben taxichauffeur. Oh, dat is niet taxi hier? Ja, dat is gastgever door heel Groningen. Dus, is dat mooi waar, taxichauffeur, hè? Ja, 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 ja. Ja, je moet er wel aan kunnen, of anders... is het hoofdpijn. Sommige klanten die zeuren veel, maar ja. En hoe gaat dat zijn? Ik bestel, ik stap zo'n zeurende klant bij die in de auto. Wat gebeurt er dan? Ik zeg heel simpel, geen respect. Ga makkelijk weer buiten de auto. En dan trapst u op rem en ik kijk ze hem aan en zit druk. Ik kijk ze maar aan? Nee, ik kies me niet aan. Ik zet ze gewoon meer druk buiten. Dus je bent in overtreding, vind ik. Dus, Broed. Ja, ja. Dus, maar in dit jaar is... begin van dit jaar is gewoon rustig, dus iedereen heeft gewoon netjes gedragen, dus ja, dat is heel mooi. Bist u een beetje tevreden over de Groningers hier? Ja, ik wel. Ja. Er gaat niks boven Groningen. Ik vind Groningen beter dan andere steden. Ja. Dus die anderen zijn een beetje drukker en daar hou ik niet van. Ja, ja. Gewoon meer voor een beetje relaxed. En Groningen is gewoon meer uitgebreid, dus ja. Wel een mooie stad, dus daarom. Dus, wie bent verloren met een bord? Ja, ja. Nou jongens, kom aan. Ja. En de stoetjes ook. Is goed, rustig dan. Ja, ja, mooi, hè. En we zien elkaar vast wel. Jazeker, ja, mooi. Wat een weer, hè. Wat een weer, ja. Oh man, vreselijk. Ik moet naar de kerk. Welke kerk ga je? Russisch orthodox. Russisch, oh? Ja. Komst u van oorsprong uit Rusland? Nee. Maar?
Ja, hij is van mijn afkomst. Ik heb een Servische afkomst. Je bent Servisch? Ja. Oké. Okay. Ben je al lang in Nederland? Ik ben hier geboren. Oké. Okay. Ja. Maar die ouders die komen van oorsprong uit Servië. Ja. Is het nou al in gedachten? Of ik in gedachten ben? Ja, ik voel me een beetje in gedachten al. Ja, ik ben altijd in gedachten, weet je. Ja, maar ja. En waar denk je aan dan? Ah, van alles, weet je. Niks, niks bijzonders. Nee, gewoon, ja, precies. Ja, ah, heb ik ook wel een beetje soms, hoor. Weet je, hè? Ja. Nou, mooi maar. Hé, hey, goeie dienst. Ja. Jo, dankjewel, hè. Mooi. Laat weer, hè. Mooi, wie zijn hier zo mooi hier staan onder het dakje? Ja, dat was de schuilplek. Ja. Maar hij man zei, wandel, of wat is het idee? Nou, dan zijn we op de fiets. En waarvoor ga je voort, hè? Gewoon de Zeeheldenbuurt. Ja, ja. En dan reed maar fietsen, zeg maar. Ja. Dan stond je een beetje met druk bij de neus nog sfeer te kijken. Ja, ja, precies. Ja. Du bent er wel op gekleed, ja, ik ben er op gekleed, ja. Oh, dat is toch mooi? Ja, ik heb ook een. Ja. Ja, 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 ja. Ik wist het gebruiken niet, maar het is nou zo bar en boos. En ik moet toch maar even... Ja. Dekking zoeken. Oh, wacht even, doe eens de bijzondere schande na. Dat is vergroeid. Dat is in één keer zo, ik kon niet meer in de voetbalschool. Wat gebeurde er dan? Tussen mijn 15 en 20 jaar. Ja, dat is schijnbaar vergroeid. Ik weet niet, dat zit hem in de geen, schijnbaar. En ze ben er niet achter gekomen wat het nou is. En op een gegeven moment vernam ze toen de voetbalschoen pas niet gewoon meer. Ik kon niet meer inkomen. Nee, toen was het al meer. Die schoen, die normale luisters die gaan, die begon ook op te kromen. Dat gaat zo snel. Ik weet niet hoe het nou allemaal. Ja, hij was in de groei natuurlijk, zo ken ik me nog niet, hoor. Maar, ja, ja. Als je dat tijdens de groei allemaal ontdekt had, wel eerder ontdekt, nou, dat ging niet. Toen was er wel aan te dansen. Toen, ja, misschien was er wel aan te stellen geweest, maar... Ja. Maar hoe is het nou weer doorgeslepen? Ah, ik doe, dus als je hier bent aan de fietsen, zeg maar... Het blijft al een beetje aanpassen en dat is, ik heb een hele goede podotherapeut, hoor, die ook dingen aanpast bij mij. Ik heb gewoon orthopedisch voedsel en ik ben geopereerd en dat moet je maar doen. Nou... Ja, maar zo'n poortje met voetballen met vooral weer apart. En zo kon via, eigenlijk zeg maar, via het slechte weer kon je toch helemaal naar de praten. Ik heb dan mijn hele bekende jongens gespeeld. Met Kuister, Dolf Kraan, dat waren allemaal jongens uit Sleen. En mijn broer die had toen in de tussenklasse helft al gezeten. Dan met, Mama, prachtig. Ja. Hey, ik wens je een mooie zondag nog. Ja, jullie ook. En als het met je mis zit, kan je jasje straks uit. Dat is hem, hè, Dirk? Ja, dat is ons busje. Mis je hem ook? Ja, natuurlijk. Ja. We hebben wel geluk dat Roelof Kerdijk, dat busje voor ons mok, speciaal voor ons mok, daar van gisteren net aan, van een wijkbusje stuk was. Maar wat er nou aan de hand is, die hebben gisteren even natuurlijk zijn loren. En Roelof Kerdijk, die hebben speciaal voor ons mok, wordt oversteld met aanvragen, mis allemaal zo'n busje hebben zo van. Ja. En Roelof vindt dat hartstikke mooi. Ik word er wel trots op, maar... Eén is genoeg. Ja. Hij kent er nou voldoende. Dus mensen die denken van, als je zo'n busje hem wil, dan wordt het nice. Moet je zelf in de knutsel. Ja, zelf moet je nou. Ja. Dus wat dat betreft, Mark kennen. Dus Roelof, nogmaals bedankt je voor die fantastische beurs. En reacties ben geweldig. Roelof is de blijde meer. Maar... bel hem nooit meer. Stel nou dat onze beurs maar weer kloppen toch? Ik heb die nog nemen. Het is een GMC staat er niet meer kom, misschien. Bel. Hallo. Oeh, ik hoop dat er een beeld is. Eenman toestel. Staat dat nou zo? Zal door op een deur zitten? Ja, door zit op een deur. En kijk naar. Nou, white nice. Aha, kijk eens even. Ja. Mooi, kerel. Dat sluit jullie mij hier om, Huisrand. Nou, het is zo, wie bent normaal gesproken. Hey, Pieter. Ik zat eerst te horen. Ja. Hé, wie bent normaal dat je met een Volkswagenbeurs op pad? Ja. En we hebben wat probleem met die beurs. Verzelf een bakje kapot, waar ik van alles nog aan. En we rijden niet langs, we zijn dit denk ik zo. Ja. Kijk, we gonden van hoe dat ons bus weer door wordt. Ja. Maar we denken, we gaan alvast wat contact leggen. Ja, ik wil even graag een keer onderin, hè. Ik ben hartstikke mooi toe. Wie loopt erin, man, zo? Ja, dat denk ik. Een indrukwekkend ding, joh. Ja, leuk, hè? Ja. Ik zei net ervoor op stond Hydromatic. Ja. Wat betekent dat? Dat was vroeger automaat. Twee versnellen, twee traps automaat.
Zo'n twijfelsnelheid zo? Ja, dat was luxe. Ja, dat was toen luxe. Hij zit nou een andere bak onder, maar... Oké. En waar is toen voor de hulp aan het Nou, ik zit in Nederland, maar hij was nog Amerikaans. Ik heb hem zelf door de keuring geholpen. Ik naar een motortje inkomen. V8, 5,7 liter. 5,7 liter? Ja. Andere versnellingsbak eronder. Hij loopt 1 op 3, dat is niet leuk. Dan komt onze directie zal dan nooit bieden, weet je maar. Nee, nou, hij loopt op gas gelukkig, dus dat valt een beetje met. Maar ja. Hij wist op benzine, dat was geen doen. Ja. Nou, als hem kost je 40 euro, dan moet je er alweer terug. Dat is niet leuk. Lijfhebberij. Lijfhebberij. Ja, ja. Ja. Zo moet dat klinken, hè? Ja. Doe ons die mooi trouwens. Nou, kom maar, even een bimpje. Oh ja, ja. Ja, ja. Geen. Ik ben aan het verbouwen. Ja, niet klopt. Het is een beetje een rommeltje. Doe woonst in een café. Ja. Prachtig. Zo, man, ja, ik ben hier voorkomen. Dat is vooral geweldig. Ja. Ik moet zo net naar een café was. Dat is afgelopen. Een café is helemaal gebeurd. Nee, ik ben net weer naar begonnen. Gast een café van Mop. Ja, nou, ik woon hier al 110 jaar. En eerst had ik de naam Schade. Ik heb de scheur nog net weer in de muur gevonden. Maar ja? 3 jaar lang steggel met de naam. Waterschadeboom, vloer kapot. Ik heb een heel waslijstje aan dingen gehad. Oh. Maar daar vang ik veel kroegen. Ik kwam hier niet van, nee. Maar dat moet nou wel weer. Gewoon echt, er zit nog een cafévergunning nog. Ja, zeker. Daar hangt hij aan trots. Maar nu wist je kroegboos worden? Dat ben ik al. Ik heb een kroegje in de stad. Oh, kijk. Ja, dus ja, dat was eigenlijk ja, in het verlengstuk daarvan. Maar ja. Ja, het is ook een heel mooi plekje om te wonen. Ja. Ja, dit is waanzinnig, joh. Ja. Hier aan het water. Wanneer is die bouw kloor, hè? Ja, nou, ik hoop wel een beetje vlotter eigenlijk. Want wat begint dit jaar wezen? Dat is toch kloorrest? Nou ja, de vloer moet klaar, de toiletten bent kloor. Er is niks wat eraan scheelt. Ja, een heleboel kleine dingen. Maar ja, momenteel in deze tijd een café hebben, zoals toen in de stad eerst, dat valt mij meer. Daarom ben ik het verbouwd. Dit is het gelezen moment. Ik ben blij met die paar weken extra vrij. Bijna blij. Ja. Ja, ik kan nou een deur pakken. Hoe is de deur komen in die periode? Ja, een zure tijd. Ja, toch? Daarom rijd ik nou een Toyota Corolla, die staat ervoor, een hele kleine. Ja, in plus van de dingen. Ja, ja. Ja. Hey, dit is even niet anders, maar Toyota Corona noem ik hem ook. Ja. Ja, je moet wat. Ja. Ja, prachtig. Dat is dan net wel voor ons. Wat ding, man. Ja, Matthijs. Ja, prima. De warm? De streek eromheen. En neem. Wat een kanon, man. 1 op 3, toch? Ah, dat geeft niks, joh. Kom goud. Ja, kom goud. Ja, kom goud. Okay. En vooral omdat het overal rond moet houden. Ja, dat is gek, toch? Is het overal rond veel. Gaan we regelen. Ja, en ik. Hoi. Ik zag die op een feestje, het moest vast zo weten. Wist naar elke rado's toen mijn kaart opkeek. Het was net op een stem. Take me, zee, dit is die kaart. Als ik denk aan die. Met die luive lach, ook als ze nooit schiet, klust u elke dag, kroop wie somber ziet, hoog hij meer zo spint, wil ik het liefst met ons beiden, aha, wil niks liever als ons beiden, aha. Nou, Matthijs, we kregen een berichtje. Ja, we kregen een berichtje binnen, want hier zou een brandweerkazerne komen. Ja. En ja, dat gaat opeens niet meer door. Dus hebben ze een spandoek opgehangen. En toen zeiden ze, joh, kun je daar niet heen? Ik zei, ja, dat is prima, maar dan wil ik er wel meer over weten. Dus ik heb via Vesta geregeld, die kan er van alles over vertellen. Nou, Vesta. Goeie. Kan er maar niet zo veel. En dit is, ja, doe eens ons berichtje stuurt. En toen wist in de rol van de brandweerkers of zo. En Bavelo staat erop, dat is allemaal prima. En, maar dit is echt een protest, spandau, hè? Ja, een beetje een protest. Door de, ja, want wie zou een hele mooie kazerne krijgen hier in Oost? Dat zou hem worden. Dat zou hem worden. Met de dagdienstmedewerkers erbij. Maar nou is alles een beetje op 2 jaar geleden allemaal een beetje stilzet.
En nou ben we eigenlijk blij op met een dode muis. Met een dode muis. Ja. Want hier zou ik komen. Ja. Toen was geld op. Toen zeiden ze van wie wilde hem hier niet meer hebben. En nou wilden ze nog een keer naar een andere locatie. Met overal een zuidwest hier in Bavot, naar een andere locatie. Ja. En nergens is een locatie voor ons. Nou had ze een locatie voor ons op het bedrijfterrein hier achter in Bavot. Ja. Maar, en hoe dan ook. Nou hebben we vorige week. Dat gaat ook niet duur. Je krijgt procenten en je mag je eigen gezet maar een beetje voor gewoon verbouwen. En dat kennen wij volgens die? Nou ja, volgens mij kennen dat niet, want we kregen ook groot watertransport hier zo. Oh ja, je gewoon in de rol van met pomp, met touwstaan, ja, gooien met ja, tankwagens apart. Ja, en er is Bavot ook voor selecteerd. Ja. Het nieuwe auto komt, groot watertransport. Staat al jaren in de stad, omdat hier in Bavot geen plek is. En ja, dit is een protestactie waar jullie met al de nijen je mabbel. Verderop sta ik nog een. Klopt. En waar komt onze nije kazerne te staan? Dat is dus eigenlijk. Dat is eigenlijk de vraag. Door de gemeente. Door de gemeente. En door de veiligheidsregio. Want je hebt een nije gevraagd. Ze boden hem ons aan dat we een nije kazerne kon krijgen. Hoe lang is dat leed? Dat is een dikke 2 jaar leed. Ja. En nou in een keer, na 2 jaar. Vogelbrood en gedauw. Wie bent al zover wie aan de vloedblikken in de kleur naar Loetzucht? Nee. Zover waren ze alleen. Er was toen ons beeld. Zo van, kom in maar. Kom in en maar. Wat wilst nou daar? Wie wilde eigenlijk? Wat wilst u nou daar? Wie wilde gewoon nijken zijn? Ah, hier. Oh, mooi. Pak de camera maar. Burgemeester Kikbeltjes. Ja. Tom maar. Burgemeester, waar komt de nijken zijn te staan in Bavot? Wie wilde zo geen nijken zijn? Maar de vraag is alleen nog, waar komt de? Ja. Ja. Oh, je tuurt. Ja. Ja. Ja, toch? Nou, wie ben we uit? En als de nijs is, ons bel, hè? Ja, dan gaan we je bel. Nou, ja, klopt. Wie ben van die? Je schouder. Ja. Dankjewel. Hoi, hey. Maar eerst kaas besloten of ik ben de god. Maar ach, geen jacht te schier als dit. Een ontucht als deze zomer ook niks. Ja, mooi. Mooi. Ik zag jullie aankomen, je denkt, oh jee. Ja, wie zei ik zo wat? Ik zeg, die bent zo mooi met z'n tweeën met zo'n blauw dekkleedje, ja, aan het opvolgen. Ja, ja. Het zag er zo romantisch uit. Romantisch, ja. Ja, dit is toch wel wat. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Jullie zijn drok aan de gang van de hoog. Een beetje voorraadje aanleggen. We verwachten eigenlijk nog wel een strenge winter, dus we dachten we gaan maar een beetje hout ophalen. En nu met je hakken en zagen, hè, zo het begin van het jaar. Goed begin, denk ik. Jullie wonen hier? Of, Ja, we wonen hier. Ja, ja, op, ja, de boot? Ja, precies. Dat heb je goed gezien. En Kien, wat is nou mooie van wonen op het water, nee, jongens? Nou, de vrijheid die je hebt, hè. We hebben, hier een stuk groene wal. Dat is onze tuin. Oh, dit is jullie tuin? Ja, ja, nou, we delen met de buren aan de voorkant net zo. Ja? Dus de zomers is het hartstikke groen. We zitten in de binnenstad. En zij maakt muziek, daar heeft ze ook geen last van de buren. Kennen los? Ja, dat kan wel, maar we hebben, ja, een sleepboot nodig. Gedoe. We hebben een sleepboot nodig. De motor hebben we eruit gehaald toen we gingen verhuizen, of toen we hier ingingen. Ja. En hebben we meer ruimte, helemaal verbouwd. Maar het is ook, je bent veel meer met de elementen, hè? Nu het zo hard waait, merken we dat natuurlijk. We kunnen zelfs horen waar de wind vandaan komt. Je hoort klotsen van het water en de eendjes. En, ja, en toch, je woont buiten, maar tegelijkertijd ook in de binnenstad. Dat vinden wij echt wel ideaal. Ja, ik vind het wel jammer dat ik geen Gronings kan eigenlijk. Jij kan het wel verstaan, kent het wel verstaan, geloof ik. Begin even. Ja. Waar kom je voort? Ik kom uit Twente. Oh, wat mooi, ja. Ja, ja, dat is ook mooi. In de buurt van Almelo ben ik opgegroeid. Ik kijk even om de uit. Ik ben een flink skip, jongens. Bliksem. Ja. Nog meer. Het is hier glad, hè? Als je, ja, hier oppast. Hoor je er een beetje goos op, Temmers? Ja, goos is niet glad, maar... Beetje goos is niet glad? De planken wel. En dit hoort er ook een beetje bij, zo tot het bankje. Oh, dat is ook nog van jullie door. Neem aan dat het schip van jullie is. De wal is dan ook van jullie? Nee, het is van de gemeente. Van de gemeente. Ja, we hebben een overeenkomst met de gemeente. Het is geen huurovereenkomst, een walovereenkomst. Ja? En dat betekent eigenlijk dat schip en wal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als we het schip verkopen, dan gaat eigenlijk automatisch die wal mee. Dus het kapitaal zit ook in die wal, die niet van ons is. In die zin, het is van de gemeente, maar het vertegenwoordigt ook kapitaal voor, ja, de gebruikers. Ja, maar daar zit er niks aan, het schip. Precies. Ja. Maar als je nou zegt, wie neemt schip meer?
dan leef je als daar gewoon je recht van de wal die de gemeente weet. Ja, zo gaat dat. Ja. Zo dom, weet je? Ja, heel dom zijn. Zeker in een stad. Ja, want die wal is eigenlijk misschien wel meer waard dan het schip. Dus ja, voorlopig blijven we hier nog eventjes. Ik moet me verder gewoon zorgen meer over jullie. Van hier moet ook best nog eens in. Ja? Hey, nou, alle geluk en een gouden 22. Ja, van hetzelfde. Hoe zeg je dan in het Gronings dan? Van hetzelfde. Vol zegen. Vol heilig vol zegen. Nee, hoor. Ga maar nog helemaal een keer. Vol zegen. In Nijor? Oh, sorry. Vol zeen. Oké, in Nijor. Schout. Mooi. Kloor. Veel zeen. Je bent in stad, want? Nou, dik overstromings. Overstromings? Ja, hier in het studentenhuis. Ja. Stefan en Mike die zijn ten einde raad en er zijn hier drukke schoonmaakploegen de boel aan het droogboenen. Maar voor de stevels die we aan hebben, denk je? Nou, ik heb ze niet mee, jij wel? Nee, ik ook nog. Nee. Oh, ik ook nog. Maar ik zag hier al hulp, jongens, dan zag ik hier staan. Ik zie daar ook mensen staan. Oh, daar zat die goud. Ja. Dus rioolontstoppers. Nou. Calamiteiten, Doinsen. Ja. Studenten. Nou. Een mooie combinatie. Goeiedag, man. Waar is er, wat is er aan de hand, jongens? Een dikke lekkage. Ja? Ja. Nee, zijn zoon die maakte mij ineens s'nachts, rond 17:30 of zo, 17:30, wakker. Van, kom je bed uit en doe maar geen sokken aan, want daar ga je spijt van krijgen. En ik stap mijn bed uit en ik stap zo het water in. Ja, werkelijk, joh. Ja. Die zoon die haalt het op mij. Ja, we waren van me wakker en we kijken het telefoon, appjes erop. Ja. Foto's erop. Cheers. Door onze vrije zoon, wie wordt nog run? Ja, oh, ja, ja, dus we komen hier. Dikke drama, ja. Alles onder water. En belt, jongens van RSS, we waren bezig. Ja. Kon het niet vinden. Ja. Gewoon tekening bij de hand. Dus het was een dikke drama, een beetje schelderij hier. En, hij gaat nou net weer. Hij heeft uiteindelijk de verstopping gevonden. Dit is een slangenwet er ook bij. Ja, dat is voor het schoonmaken. Oh, die willen we net, joh. Ja. Oh, hier begon ze al. Het is hier helemaal doorgegaan. Onder de deur door. Het is hier beneden is in de Rio verkeerd gewoon door. Er is een verstopping kwam. Ja, en wat Christus direct weer direct onderin. Door komt naar boven. Dus boven aan zijn lekker droge vouwtjes. En was genoeg dat boven van voor mij 9 of 10 verdorpen hier. En genoeg dat was vermikkelijk. Alleen ze zaten hier in de Pinerie met elkaar. Hou liek, joh. Ja, behoorlijk naar hier, hè? Ja, wat was in, ja. Ja, nou, gelukkig hebben we zo'n waterschade moment. Dus we pakken hem houden aan en staan samen met de vier. Dus dat komt helemaal goed. Ja, hè? En hoe begon je met zo'n bouwen? En neem ik aan, eerst de oorzaak of zo? Die gewoon is altijd een gauw kijken bommen aanwezig. Dat is niet bekeken? Worden ze bron en worden ze duimst. We doen ook al de water naar het zaal. Dat is door achter een beetje door zo, dus dat begonnen we ook. Ja. Nou, alle appartementen zitten vol met water, maar sommigen zitten goud vol aan en drukken. Dus, ja, goud, als je zegt goud vol, je praat over... Dan zit er wel een loopje, ja. Ja. Maar het is wel schoonwater, zo te zeggen. Het is schoonwater, ja. Het is schoonwater. Anders roek je het ook wel. Het is een rioollucht. En dan drieft het ook van alle wc-papier en zo. Maar dat is hieruit gehaald. Dus. Al gelukkig. Doe eens die een paar belt. Ja, nou, ik had ze vanochtend meteen in mijn appje gestuurd. Ik was de eerste die erachter kwam. Ik werd wakker. Keek even naar buiten. Ik hoorde de beste knal weer buiten van het vuurbeek natuurlijk. Ja. En poten nat. Meteen... Is dat mooi? Kist van een beetje water hebben zo. Ja. Ja. Ik heb echt puur mazzel gehad dat ik er zo snel bij was, anders dan is het waarschijnlijk nog wel veel erger geworden. Ja, ja. Kun je hem in een van de komers kijken? Ja, natuurlijk. Ja? Nou, dan gaan we meer. En wat een ding? Ja, dat heeft nog zin. Oh, jong toch. Ja. Oh, jeetje. Oh, kerel, jongen. Ja. Nee, daar ook de badkamer, net de deur ernaast, daarachter, daar kwam alles omhoog. Via het doucheputje. Elektronica is omhoog gebracht. Ja, ja, daar was ik nog redelijk op tijd mee, doordat hij me gewaarschuwd heeft. Ja. Dus op tijd. Maar hij was zelf minder gelukkig. Oh, man. Ja, ja, bij hem was het al wel wat erger. Ja. Maar rest hier aan touw staan, van meneer. Laat de bende. Nou jongens, een bijzondere zondag, hè? Zeker. Ja, zonder meer, ja. Een kleine wottersnoodramp hebben we daar ook eens keer weer met me ook in expeditie. Bedankt dat je ons even een tip stuurde, rest. En wat je betreft, bedankt voor het kijken en aankomende week hebben we het gewoon weer. Yo, hey, bye.